In het Groninger Museum is sinds zaterdag de tentoonstelling P. Struiken, het digitale paradijs, te zien. Peter Struiken geldt onder de kenners als een van de meest vooraanstaande Nederlandse kunstenaars van na de Tweede Wereldoorlog. Hij maakt sinds 1968 al gebruik van de computer om kunstwerken te maken. Struiken wordt dan ook gezien als pionier in de digitale kunst. Het digitale paradijs is een overzichtstentoonstelling van oude en nieuwe werken. Een belangrijk en steeds terugkerend element in de kunst van Struiken is kleur. Het begrip mooie kleur en lelijke kleuren, daar heb ik helemaal niks mee. Maar wel het verschijnsel van kleur, ik noem maar één heel belangrijk aspect, is dat zodra twee kleuren van elkaar verschillen en tegen elkaar aanliggen, zie je een grens. En die grens is het begin van vorm. Dus vorm is eigenlijk een afgeleide, ontstaat door kleurverschillen. Dat vind ik al zo intrigerend. En ik heb dus daarom een flink deel van mijn leven ben ik alleen maar bezig geweest met kleurverschillen te maken, om daaruit vormen te laten ontstaan. Peter Struiken is ook de man geweest die bijvoorbeeld het testbeeld van de Nederlandse publieke omroep heeft gemaakt. Herinner me al die kleurtjes in dat testbeeld. Daar was hij ook de maker van. En wanneer je terugkijkt naar deze tapijten, zijn er heel veel kleuren in verwerkt op een typisch Peter Struiken manier. En dan zie je ook weer, oh, zo heeft hij het gedaan. Daar komt het vandaan. En dan begrijp je ook weer die digitale kunst beter. Dus ik vond het buitengewoon belangrijk dat wij in ons museaal bezit deze tapijt hebben. Ik ben heel blij dat we dit hebben kunnen verwerven. Wat me het eerste opvalt is dat ik het prachtige wandkleden vind. Maar ook gelijk dat ik denk van, ik heb zelf altijd het gevoel van dat je Peter Struiken's werk echt moet ondergaan. En zodra het een toepassing wordt in een wandkleed of een foto, dan denk ik van, dan zit er wel een hele complexiteit in kleuren in. Maar ik heb dan ook het gevoel van, ik zit niet meer op dat ene moment te wachten. Waarvan ik weet dat Peter Struiken daar gewoon juist zo krachtig in is. Dit is wat het is. Naast de wandtapijten en digitale fotokunst zijn er ook werken die je echt kan ondergaan. Er is in de tentoonstelling namelijk uitgebreid aandacht voor de architectonische werken van Struiken. Als je de veelzijdigheid van zijn kunstenaarschap wil laten zien, dan betekent het ook dat je ook die buitenarchitectuur moet tonen. Hij heeft natuurlijk heel veel grote monumentale werken gemaakt. Die kun je niet nabouwen, dan krijg je nooit dat effect. Maar je kunt het wel filmen. Maar dan moet je het ook zo doen dat jij als bezoeker aan het museum van deze tentoonstelling van Struiken als het ware in die werken kunt gaan wandelen. En dat kan, daar hangen je grote doeken, grote afbeeldingen, panoramische foto's. En door middel van een apparaat kun je met je hand over een bol gaan en ga je als het ware wandelen door die panoramische beelden van de werken van Peter Struiken. Peter Struiken heeft speciaal voor de tentoonstelling een nieuw werk gemaakt. Het is een installatie gebaseerd op een compositie van de hedendaagse Franse componist Pierre Boulez. Bij de muzikale composities van de componist Boulez heeft hij beelden gemaakt. En hier op Koop Himmelblauw loop je als het ware door de beeldende kunst heen en hoor je de muziek van Boulez en komen geluid en beeld samen. En dat is een beleving. Het is in dat opzicht, deze tentoonstelling is een belevingstentoonstelling. Peter Struiken is niet alleen maar iets wat op het beeld, wat aan de muur hangt. Nee, je kunt echt in die beelden verdwijnen. Het is een heel gevarieerd stuk. Iedere 10 seconden, 20 seconden is er weer wat anders aan de hand. Gaf aanleiding dus om heel verschillende beelden te kiezen. En een ander aspect van de muziek is dat die heel ruimtelijk is. En dus ik dacht meteen dat dat een ideale werk was om zo
met een opstelling in beeld in de ruimte te maken, dat je er ook doorheen kon lopen. Het is ook alsof je echt in een hele andere wereld bent, hè? Niet alleen met de muziek, maar ook met de beelden. Dat, ja. Nou, gaan we kijken.